Eerste fragment, Peter, dat moet je voordat we kijken even toelichten. Het is iets dat we in Vlaanderen niet kennen. Ja. We gaan kijken naar een stukje uit Pau News. Ja, Pau News is een van de nieuwe zenders in Nederland. Eigenlijk gegroeid uit de Telegraaf, uit de website Geen Stijl, die we hier ook wel een beetje kennen. En die nu een soort televisieversie heeft. Het is eigenlijk voor mij, ik heb het gekozen omdat hij zegt over de hufterigheid van de journalistiek. Het symbool van Pau News en de vaandeldrager van Pau News is een journalist die nu wereldberoemd is in Nederland, Rutger Kastricum. En waarvoor elke politicus op het Binnenhof, dus de Nederlandse wetstraat, doodsbang is, omdat hij ze aanpakt op een manier die zo onder de gordel is. We gaan er meteen eens naar kijken. We zien hem dadelijk in actie. Nog even vertellen dat. Nog even zeggen, Peter, het is geen satire. Dit is geen nieuws, satire. Elke avond. Overigens heeft Greta Duisenberg de dag erop klachten ingediend. Mm-hmm. En ik vind dat ze hier behoorlijk goed reageert. Maar de man staat ook op het Binnenhof en becommentarieert dan de borsten van de vrouwelijke parlementsleden of ministers, hun billen, stelt de meest onbeschofte vragen. En het erge is dat heel veel van de politici er doodsbang van worden. Blijkbaar, ze volgen zelfs mediatraining om aan die man te kunnen ontsnappen. En nog eens, dan denk ik van, waarmee zijn we nu bezig? In welk vak zit ik nu? Als dit nu journalistiek aan het worden is en als politici zich moeten voorbereiden, die uit een vergadering komen en iets willen vertellen over de inhoud, als ze zich moeten voorbereiden met vragen over wat ze de nacht ervoor hebben gedaan, dan denk ik, dit is de vierde macht, zoals die vooral macht niet moet zijn. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, laat ik een dooddoener gebruiken, het is maar om te lachen, hij moet je tegen kunnen. Ja, het is maar om te lachen. Ja, maar dat zegt hij zelf ook altijd. Hij zegt van, het is maar om te lachen. En tegelijkertijd schetst het ook een bepaald beeld van de politici. Daar kijken elke avond naar honderdduizenden mensen naar. En die via dit soort televisie een beeld krijgen van de politiek. En dan denk ik, ja, nee, dat is niet onze rol om het op die manier te doen. Moeten we hard zijn, moeten we kritisch zijn, al wat je wil. Maar dit is nu zo over het randje. En de man en die zender nemen zichzelf niet meer, die nemen zich te veel serieus. Die kunnen het zelf niet meer relativeren. Dus dat wordt een fenomeen dat eigenlijk een bijzonder onfris fenomeen is. Waarvan ik vooral hoop dat het nooit naar Vlaanderen overwaait. Nee, we gaan toch nog eens kijken, want het is zo Ja, Bart, je zit er ook met open ogen naar te kijken. Ja, omdat je kan het verdedigen als het is maar om te lachen, maar dan is het heel slecht entertainment. Wat is die man een lulde behanger met een ranzig zandsmaakje en de dood van alles. Want sorry, maar dat is volledig niet grappig. Volledig niet grappig. Nee. Je zou kunnen zeggen, Paul de Leeuw destijds, hè, die komt met alles weg van, mevrouw, borstkanker, ik wil alleen weten de linker of de rechter. Mm. En dan doet hij, het is de linker. Maar dan denk je, Paul de Leeuw is echt groot, er is een echte entertainer, die komt daarmee weg. Ja. Maar deze Kastricum heeft geen grijn talent. Dat is heel erg. En straf is eigenlijk, in Nederland durven er heel weinig in kritiek geven op hem, omdat hij al wie kritiek heeft op hem, pakt hij dan in een column of via Twitter of via. En dit wordt dus een soort terreur van. Geef vooral geen kritiek op Kastricum, want anders gaat hij jou pakken. En dan denk ik van, jongens, maar waarmee zijn we nu bezig? Ja. Zelf zeggen ze van zichzelf, Pau News, dat ze zich richten op de netwerkgeneratie. Clevere jongens en meisjes tussen de 20 en de 40 die met hun Facebook of een laptop op school of op schoot voor tv zit en dan reageren, twitteren, Facebook. Maar het gaat dan zelf over, want zo'n man wordt op een bepaald moment bekend en iemand die zichzelf dan een klein beetje serieus neemt, die zegt fuck off. Die zegt gewoon, hey, jij, joh. Ja. En het is waanzin dat je op dat soort idiote, spastische gedoe, dat je daarop ingaat. Maar wat doe je er tegen? Want wat doe je er tegen? Ik hoop dat het op een bepaald moment overwaait en steeds meer politici weten, lopen naast de micro weg. En dan, wat gebeurt dan? Dan monteert hij een filmpje met een wat dom muziekje, waardoor ze ook nog eens gepakt worden. Maar steeds meer mensen denken inderdaad van, fuck off. En terzelfde tijd, zeker bij die jongens en meisjes van die ChristenUnie, dat zijn brave, brave mensen die in die partij militeren. Het is zo gemakkelijk om daar wat mensen te gaan pakken. Dit is eigenlijk zo laag dat ik mij daar echt kan in ergeren. Maar goed, op een gegeven moment zal het wel ophouden. Laat ons hopen. Ja, goed.